Ik heb net iets gedaan waar ik niet trots op ben. Ik deed per ongeluk, fair enough, wel een hele leuke reactie op onze video. Zo van, yo, ik heb je tips gebruikt voor een ochtendhumeur en het werkt. En ik wilde beantwoorden. En heb toen per ongeluk de reactie gemeld. Dus als iemand opeens opgepakt wordt door mij, het spijt me. Ik heb net letterlijk een kwartier lang geprobeerd om een soort van helpdesk te bellen van YouTube. En het is me nog steeds niet gelukt. Nu gaan we beginnen. Eerst een applausje. Voor de nieuwe set, gemaakt door Pascale en Jasmijn. De All Seeing Eye, dus omdat we stiekem bij de Illuminati horen. Dat weet iedereen nu bij deze. En dit is gezellig, want dan heb je het gevoel dat het nog niet echt herfst is. Nu gaan we echt beginnen. Welkom bij Testen, mijn naam is Tess en vandaag testen we de vraag van Knolpower. Knolpower, dankjewel voor je vraag. Wij vonden hem erg leuk, omdat natuurlijk de herfst eraan komt. Wat je dan het liefst wilt doen, is binnen zitten en jezelf helemaal vol stouwen. Het is eigenlijk best wel leuk om jezelf vol te stouwen, zonder dat je 20 kilo aankomt. Dus een hele leuke vraag. En het eerste wat ik meteen dacht was, wat is de meest gezonde snack die ik eet, waar je niet dik van wordt? Popcorn. Het is gezond, het is makkelijk gemaakt. En je kan er van alles mee doen. Het is vooral chill omdat ik gewoon zo'n soort van setje hier op tafel heb. Dus ik hoef geen eens op te staan om ook maar iets te doen. En straks heb ik een lekkere snack. En ik heb verschillende snacks, want ik ga er eentje maken met cacaopoeder. Eentje maken met deze gele poeder die kurkuma heet. Kurkuma. 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 Ja. Dit heet kurkuma. Optie 3 en dat is zout. Gewoon zout. Goed, dus nog één keer om tot te pakken. Cacaopoeder, kurkuma en zout. Wat je nodig hebt is een pan, een gasdingetje. Of je kan natuurlijk ook zelf je eigen vuur maken in de tuin. Als je daar zin in hebt. Maar dan moet je ook zorgen dat je een pan hebt die daarboven kan hangen. Dus dat is een heel gedoe. Ik zou het gewoon op een gaspitje doen. Een pannetje, wat olie. Je kan ook natuurlijk voor de gezonde versie, en dat is kokosolie gaan. Dat doe ik, want ik ga voor de gezonde snack. Oh ja. Het is handig om het vuur ook aan te zetten. Het is echt een magische ervaring. Mijn eerste keer dat ik meemaakte dat er popcorn gemaakt werd, was ik een klein meisje. En dus wat je ziet is dit. Dit ziet er heel gezond en saai uit, toch? Zo van, oh, harde korrels. Wat wil je hiermee, toch? Als je dit zou vinden in de natuur, zou je denken, heb ik niks aan. Weg ermee. Sorry, Pascal, dat ruim ik straks op. Doe je dit in een pan met hete olie. En dan mag je beginnen. Het wordt gewoon een feestje in de pan. Het gaat knetteren en opeens heb je voedsel. Het is een beetje zoals aardappels in de grond stoppen en dan vervolgens heb je 10 aardappels terug. Het is magisch. I love it. Oh ja, we hebben hier ook nog een appeltaart. En die staat hier eigenlijk. Een zelfgemaakte appeltaart is dit. Die staat hier eigenlijk om te laten zien, dit mogen we dus niet eten. Dus de bedoeling is straks dat we een vergelijking hebben. Dus dan heb je die lekkere popcorn en de appeltaart. En dan moet het effect zijn dat je liever de popcorn eet. En als dat niet gelukt is, is deze test niet gelukt. Dus dan weten jullie dat. We hebben hem expres ook een beetje laten aanbranden. Zodat hij er minder lekker uitziet. Super. Volgens mij is het wel goed hoor, zo. Oké, dan doen we het weer. Dit is heel leuk. En het leuke is, dan kijk je in de pan en denk je, dit is nooit genoeg. Maar als het transformeert, dan is het opeens veel meer. En eigenlijk is dat niet het geval. Het wordt natuurlijk gewoon groter. Maar het ziet er. Dan heb je opeens een hele pan vol. Pan op het vuur. En je wacht. That's it. Oké, dit doe ik vaak als ik een film ga kijken. En ik heb wel ergens trek in, maar helemaal naar de supermarkt lopen. I think not. Dat begint. Ja, dit is toch leuk, dit gevoel. Dit soort van knussige. Je bent echt iets aan het maken. Het gebeurt, het transformeert. Dit is gewoon het leven in versnelling. Normaal moet je heel lang wachten voordat je verschil ziet met een baby. Weet je, hoe lang blijft een baby? Wel echt heel lang. En het blijft maar huilen en het kan niet praten. En het duurt heel lang en dan zie je die foto's, denk je, oh, er is wel een verschil. Met popcorn verandert het meteen. Het is gewoon van een baby naar een mens wat hier gebeurt in een klein pannetje. Eigenlijk is Pascale onze pro. Zal ik jullie een klein geheim vertellen over Pascale? Nee, dat mag ik niet zeggen. Want anders komen ze erachter wie jij bent. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ja. Luister. Wat is dit?
Dit is popcorn. Kijk hoe cool dit is. Van niks naar alles. Dat is wat dit is. Hele gezonde snack. Kijk, als je het echt mega gezond wil doen, dan kan je er ook voor kiezen. Ik eet het gewoon zo. Dat is een beetje vergelijkbaar met het drinken van zwarte koffie. In het begin wil je er heel veel suiker bij, of weet je, of karamel of troep. Op een gegeven moment als je een echte koffie drinkt... rustig aan. Op een gegeven moment echte koffie drinken bent, dan drink je hem gewoon zwart. Dus in principe, ik heb dit zo vaak gegeten in mijn leven, dat ik dit al lekker vind. Au naturel is gewoon zout. Dat doe je er gewoon een beetje overheen. En dat is ook echt in principe aan zich. Want als je te veel doet, dan ben je popcorn kwijt. Dan wil je het niet meer eten. Oké, dat was variant nummer 1. Nu wordt het spannend, want ik heb dit nog nooit geprobeerd. Het is wel goed gelukt hoor. Doe niet zo stoer, jongen. Daar doen we dit overheen. Kurkuma. Stel je voor, hè, er komen gasten en die zien dit. Dan denken ze echt dat je moeite gedaan hebt. En zout. Ziet wel mooi uit. Dat geef ik je mee. Maar hoe proeft het? Ik zal het meer voor de looks doen, eerlijk gezegd. Het werkzame stofje in dit gele spulletje is curcumine. En dat is supergoed tegen kanker, tegen Alzheimer en tegen welvaartsziektes. Dus, gezond! De donkere dagen komen er weer aan. Daarom, popcorn met kaneel en cacao. Cacao, daar word je gelukkig van. Zeker als het donker is buiten, is dat heel fijn om te hebben. Je krijgt er gewoon een knus gevoel van. En ja, je wordt er gewoon letterlijk gelukkig van, dus dat is top. En kaneel, dat is superleuk voor iedereen die net als ik last heeft van koude voeten. En we hadden er een vraag over binnengekregen. Kaneel helpt daartegen. Dus, ben jij zo'n kou kluin? Gooi er kaneel overheen. Even proeven. Lekker. Hele andere ervaring. Natuurlijk, hier hebben we het zoutige en dit is meer het zoetige. Maar heel lekker. Knolpauw, dankjewel voor je vraag. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. Laat me weten wat jullie ervan vonden. Vergeet natuurlijk niet te subscriben, te liken en te sharen. En namaste. Namaste. Schijnt te helpen. Ga het even proberen. Echt een beetje dit gevoel of zo.